In deze kookles gaan we 3 verschillende satés maken en op de barbecue grillen. We maken een marinade voor saté babi, dit is een saté van varkenshaas, saté ayam, oftewel kipsaté, en saté udang. Dit is een saté met garnalen. Na het marineren grillen we de satés op de barbecue. Stap 1. Snijd de onderkant van 1 stengel citroengras. Verwijder het buitenste blad en snijd hem in 3 stukken. Schil 2 cm gember en snijd in plakjes. Doe het citroengras, de gember en 2 tenen knoflook in de vijzel. En maal het goed fijn. Heb je geen vijzel, dan kun je natuurlijk ook een staafmixer gebruiken. Rasp de gele schil van 1 schoongeboende citroen en pers hem uit. We doen het rasp erbij met 1,5 eetlepel donkerbruine bastardsuiker en 1,5 eetlepel sambal oelek. Of natuurlijk wat meer sambal als je van pittig houdt. Maal totdat alle ingrediënten goed vermengd zijn. We scheppen het in een diep bord. Doe er 3 eetlepels Japanse sojasaus, 1 eetlepel sesamolie en 2 eetlepels citroensap bij en meng het geheel. Nu heb je genoeg marinade voor 500 gram vlees, vis of schaaldieren. Stap 2. Snijd 500 gram varkenshaas en 500 gram kipdijfilet in gelijke stukjes. Zo worden ze gelijkmatig en op hetzelfde moment gaar. Maak ook 500 gram garnalen schoon. Maak met een scherp mes een sneetje in de rug van de garnaal en verwijder vervolgens het darmkanaal. Doe het vlees, de kip en de garnalen in aparte borden met marinade en schep om. Ik heb hier 3 keer de hoeveelheid marinade uit stap 1. Laat het intrekken, het liefst een avond van tevoren. Maar als je weinig tijd hebt, is minimaal 3 kwartier ook voldoende. Zet de borden afgedekt in de koelkast. Week ondertussen de satéprikkers een half uurtje in koud water. Zo vatten ze geen vlam op de barbecue. Haal nu het vlees en de garnalen uit de koelkast. Rijg de varkenshaas en de kip aan de satéprikkers. Bij de garnalen doen we er wat stukjes verse ananas tussen. Stap 3. Barbecuen doe je dus buiten. Begin op tijd met het aansteken van de barbecue, want het duurt wel even voordat die klaar is. Wij gebruiken briketten, maar je kunt natuurlijk ook houtskool gebruiken. Zorg voor mooie, grijswitte, gloeiende kooltjes zonder vlammen. Laat het rooster ook goed heet worden en houd voor de veiligheid altijd een emmer water bij de hand. Stap 4. Haal het vlees en de garnalen altijd op het laatste moment uit de koelkast. Bestrijk de satés met de olie om te voorkomen dat het vlees blijft vastplakken aan het rooster. We beginnen met de saté babi, de varkenshaas. De warmte varieert meestal wat op een barbecue, dus verplaats de stokjes af en toe. En veel keren, zodat het vlees gelijkmatig goudbruin en gaar wordt. Saté babi is lekker met pindasaus. Die kun je heel goed warm houden op de barbecue. Snijd een stukje vlees doormidden om te kijken of het goed doorbakken is. Kijk, perfect. Strooi wat geroosterd sesamzaad over de saté. Nu de saté ayam. Controleer weer of de kipsaté helemaal gaar is. Helemaal goed. Lekker met zelfgemaakte seroending. En dan de garnalensaté. Grill vis en schaaldieren als laatste of reserveer er een apart stukje van op het rooster, want anders smaakt alles naar de vis. Garnalen zijn heel snel klaar. Zo gauw ze mooi roze zijn, zijn ze gaar. Dat is al na een paar minuten. Keer de saté regelmatig. En zo, grill je saté.